Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Op 9 september 2023 is het zover. De Wagenbergse Spelen komen terug. Denk daarbij aan sportieve uitdagingen, intellectuele testen, creatieve testen, maar bovenal een hele gezellige dag. Een feestje voor alle leeftijden. Wil je meedoen? Inschrijven kan nog tot 30 juni. Dus roep je maatjes bij elkaar en maak een team van minimaal 6 mensen. Het inschrijfgeld is €7,50 per deelnemer. Inschrijven kan via www.erpelrooyers.nl/Wagenbergse Spelen. Een moeder uit Made krijgt een WhatsApp-bericht op haar telefoon. Het blijkt een poster te zijn van School at Sea. 37 jongeren uit 4 HAVO of 5 VWO krijgen de gelegenheid om een half jaar mee te varen op een zeilschip van Nederland naar het Caribisch gebied en terug. In de herfstvakantie van het komende schooljaar vertrekt de boot om begin april 2024 terug te keren. Aan boord wordt het werken en leren door te doen. De groep wordt onderweg verdeeld in tweeën. De ene groep werkt aan school, de ander zorgt voor de boot. School at Sea heeft als missie om jongeren te helpen zich te ontwikkelen tot zelfbewuste mensen die beschikken over ruim voldoende kennis, vaardigheden en zelfinzicht om de wereld vol vertrouwen tegemoet te treden. School at Sea is ervan overtuigd dat je meer kunt doen dan je voor mogelijk houdt. De gemeente Drimmelen en Meld Misdaad Anoniem tekenden een samenwerkingsovereenkomst. Misdaad Anoniem is het onafhankelijke meldpunt waar je anoniem informatie kunt geven over criminaliteit. Bijvoorbeeld over de productie en handel van synthetische drugs, hennepkwekerijen, wapen of mensenhandel. Ben je getuige van criminaliteit, maar je kunt of durft niet naar de politie? Help mee om de buurt veilig te houden en meld verdachte signalen anoniem via 0800 7000 of meld misdaadanoniem.nl. Doe mee met libellentellen. Tijdens de libellentelling peilt u hoe het gaat met de libellensoorten in onze tuinen. Meedoen is eenvoudig. Kijk tijdens het telweekend van 9 tot en met 11 juni uit naar libellen in je tuin en geef door wat je ziet. Door het verdwijnen van natuur, klimaatverandering en watervervuiling gaat het met veel libellensoorten niet goed. Door te tellen kunnen we erachter komen hoe het precies met ze gaat. U kunt meehelpen door via www.tuintelling.nl door te geven welke libellen je in je tuin ziet. De tuintelling geeft waardevolle informatie waarmee we de natuur beter kunnen beschermen. Maar door mee te tellen krijgt u zelf ook antwoorden over uw tuin. Wat komt er allemaal in mijn tuin voor en wanneer? Ook uw tuin zit vol leven. Geef het door. Drimmelen moet minstens 100 asielzoekers opvangen en vraagt daarover advies aan de inwoners uit Drimmelen. De gemeente gaat nu snel op zoek naar locaties, maar niet eerder dan dat daarover met de inwoners is gesproken. De gemeente wil graag horen welke vragen er zijn, welke zorgen er leven, maar ook welke locaties daar volgens onze inwoners voor in aanmerking kunnen komen. Eerder is al met de gemeenteraad afgesproken dat het uitgangspunt kleinschalige opvang is. Dat betekent 2 of meer locaties met in totaal maximaal 150 plekken. 2 locaties voor 75 mensen zijn daarbij realistischer dan 5 voor 30 mensen. Rond de zomer wil de gemeente 3 sessies beleggen in de kernen, waarbij gedacht wordt aan een avond voor de inwoners van Lage en Hoge Zwaluwe, 1 voor Made en Drimmelen en 1 voor Terheide en Wagenberg. Dan volgt nog een 4e avond op het gemeentehuis voor de ambtelijke organisatie. In het najaar wil het college de bevindingen met de gemeenteraad bespreken. Daarna volgt overleg met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. De locaties zouden dan in 2024 gereed kunnen zijn voor gebruik. De meeste van ons zijn bezig met maatregelen om onze uitstoot te verminderen, energie en kosten te besparen en milieuvriendelijker te worden. Deze maatregelen kunnen in conflict komen met het welzijn van dieren bij na-isolatie van spouwmuren, windturbines, zonnepanelen en verlichting. Een voorbeeld.
Zonder dat we het weten verblijven vleermuizen in spouwmuren van onze huizen. Bij na-isolatie worden spouwmuren volgespoten en gaan verblijfplaatsen van vleermuizen verloren. De vleermuiswerkgroep van de Zoogdiervereniging wil de vleermuizen beschermen en zoekt naar methodes om de aanwezigheid van vleermuizen in spouwmuren te ontdekken en vleermuizen te redden. Vind je het ook leuk om vleermuizen door je tuin te zien vliegen? Richt dan je tuin zo natuurlijk mogelijk in met bloeiende inheemse planten. Een vijvertje, een rommelhoekje met dood hout. Dit zorgt voor meer vliegende insecten en dus voor meer voedsel voor vleermuizen. De informele vereniging Kiemkracht Drimmelen zet zich in voor een gezonde bodem, zuiver water en een schone lucht. Wil je reageren of meer weten over Kiemkracht Drimmelen? Stuur dan een e-mail naar kiemkrachtdrimmelen@gmail.com. Dinsdag 20 juni is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café in de Wijngaard in Maden. Met als thema verlies, rouw en afscheid bij dementie. Bij dementie raak je langzaam maar zeker jezelf en je naasten kwijt. Er is minder contact, minder wederkerigheid en een compleet ander toekomstperspectief. Beetje bij beetje moet je afscheid nemen van de persoon die je was of van degene die je zo lang hebt gekend. Dat brengt veel emoties met zich mee. En hoe ga je daarmee om? Er kan met psychologe Patricia Boksen in gesprek worden gegaan. Aanmelden is niet nodig en de toegang en de koffie zijn gratis. U bent van harte welkom. Ouders met kinderen tot 4 jaar uit onze gemeente kunnen naast het consultatiebureau in Terheide en Lage Zwaluwe ook weer terecht in Maden. Het consultatiebureau is tijdelijk te vinden in de Pastoriestraat 4 in Maden. Ondertussen is de bouw van het nieuwe culturele dorpshart van Maden, de Bernarderskerk, in volle gang. Daarmee komt de verhuizing naar de nieuwe locatie voor het consultatiebureau steeds dichterbij. De verwachting is dat de verbouwde Bernarderskerk eind dit jaar wordt opgeleverd. En dit was weer Drimmelen Actueel. Na deze uitzending staat een aantal andere interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen en ook op maandag en dinsdag om 11:30 en 11:30 op de radio van Omroep Drimmelen. Graag zien we u volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel.